Het was wonderlijk. Je weet, het is een story waarmee ik groot geworden ben als kind. En nooit had ik gedacht dat ik een draagelpje speel nie. En het was wonderlijk om van Matthijs te werken, die rest van die span, mensen zoals Sian en Antoinette. Marius natuurlijk, met wie ik zoveel jaren al gewerkt heb. En aan die kinders, die kids was wonderlijk geweest. En ons was op een prachtige plek, wonderlijke Oost-Vrijstaat, wat voor mij een baie besonderse plek is, waar van mijn familie komt vandaar, die delen absoluut, dat is half van mijn bloed. En ja, en ons was een gelukkige span, en dit was een wonderlijke verhaal om te doen. Dat was voor mij een rarige, bijzondere, lekker ondervinding. Goed. Was het lekker? Ja. Ja, dit was baie lekker om aan hierdie film te werk. Ek dink dit is omdat dit al twee van ons eerste hoofrol is. So ja, dit was toch lekker om hierdie rolle te vertolk. Ek dink ons het regtig goed oor die weg gekom. Ek dink spesifiek omdat ons saam gebly het, het ons nog ons 'n lekker band gebou, nê? Ja, net die koeie poef vir mekaar. Moet hy dit Ja, ek onthou dit. Toe ek die skrip gelees het, was ek ontsaglik geboei deur hoe eenvoudig en hoe treffend en roerend die tekst is. En vir al die story. Ek ken die story, maar die manier hoe Brett Michael Ingenis en Matthijs dat meer by mekaar getrek het, het my vreselik geraak. En goddank is Matthijs een brein. Je weet, het is baie lekker om met hom te werk. Hy het baie makkelijk en baie aangenaam gemaakt. So, dit was nogal staf, maar dit was lekker op baie vele aspekte. Ek vind, ons het natuurlijk een epische film aangepak hier. So. Ons praat van 260 visuele effecten, skote, ensemble van acteurs, gesoute acteurs soos Marius Weyers en Sandra Prins, Lucian Bam, Antoinette Lou, nuwelinge soos Klein Johannes Jordaan, Zonica de Vries. En dit was een epische undertaking. En ons het in die middel van nêrens in die Vrystaat geskiet, waar daar nie eers selfoonontvangs is nie, op 'n ou afgeleë plaas. Ons het deernagte geskiet, het was wild, ons moet 'n sneeuwstorm skep. Daar's drama rondom dit, jy werk met kinders, jy werk met druk. So, dit was 'n baie bevredigende ervaring. Dit was baie uitdagend, dit het al ons kreatieve resources gevat, dit het al ons wil en kracht en koppe by mekaar gesit, maar dit voel vir my asof ons oor die Drakensberge getrek het. Dit was een van die lekkerste ervarings van my lewe. Ons het eerstens om die ongelooflike magiese Oos-Vrystaat te speel en ek het as 'n klein dogtertjie met Rageltjie de Beer groot geword, so dit was om soos 'n lucky packet te kry. En te weet, Kersfees vader kom, so, ja, en dit was net alles het so by mekaar gekom, die mense, die magical. Omdat het so'n iconische verhaal is, het allemaal hulle eie interpretatie al reeds van die verhaal gemaakt, en het die mense verantwoordelikheid om die verhaal so oprecht as moontlik, want dit is nie eintlik 'n ware verhaal nie. Maar om dit met eerlijkheid aan te bieden en dit een verhaal te maken wat allemaal gaan onthou. Ja, dit is een baie groot verantwoordelijkheid om een verhaal wat volksbesit is te vat en te verwerk in een film. Natuurlijk het Brett Michael Ingenis, jy weet eerstens die verhaal verwerk in een roman en ons het sy roman verwerk in een draaiboek en daar is een sin van verantwoordelijkheid en ek voel ons het vir getrouwe liefhebbers van die story gaan kry wat hulle wil hê. En dan het ons heel wat bygevoeg, een agterstory, een reis, hoe kom hulle tot op die punt waar die storm breek en die kinders wegraak. En natuurlijk is daar fokus op Rageltjie se reis van een kind na een jong vrou toe. Wat vir ons regtig fokus is een groot woordstory. Ek meen, as ek daarin moes vaskyk, so ek so sien die agter gewees het, ek kon nie my werk doen nie. Dit is nie waarop ek gekonsentreer het nie, ek het maar net gekonsentreer om die story so goed te vertel soos wat ons kan en ons eie persoonlikheid en ons eie visies en so in te bring. Jy weet, ek kom uit die theaterachtergrond, so mens kyk baie na Shakespeare wat al baie gespeel het en mens kyk hoe mense dit vertol, hoe mense die story vertel. En ek dink die wonderlike ding is, Matthijs is 'n baie goeie story verteller en ek dink dit is precies wat die audience is gaan raak, die feit dat hy so goed die story kan vertel. Ek hou van my. Hy hou net van my.